Met het onthullen van een naambord is het startsein gegeven voor het project Nationaal Infrastructuurprogramma en Housing District Kommewijnen. Het project wordt uitgevoerd in het district Kommewijnen en wel de Richelieu. Het startsein werd gegeven door minister Vijay Chutkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie op donderdag 15 augustus 2019. Nou, wij zullen 4 type woningen aanbieden. Achter mij ziet u woningtype 1. Dat bestaat uit een starterswoning, 55 vierkante meter, voorzien van keuken, van badkamer met toilet en 1 slaapkamer. Verder hebben wij voor de iets grotere gezinnen een type 2 woning, 65 vierkante meter, 2 slaapkamers en natuurlijk ook een badkamer met toilet en een keuken en een woonkamer. Het volgende type is type 3. Dat bestaat uit een woning van 74 vierkante meter. Er zitten 2 grotere slaapkamers voor de gezinnen met kinderen. En dan hebben we het laatste type, type 4. Die bestaat uit een woning van 90 vierkante meter met 3 grote slaapkamers. En waar eigenlijk een compleet gezin in kan wonen. Wij gaan snel beginnen met het aanleggen van de weg. Naar de bouwkabels waar de woningen moeten komen. We zullen dat spoedig aanvangen. En wij zullen dan in opbouwende fase tegelijkertijd beginnen met een aantal woningen tegelijk achter elkaar bouwen. Dit project is gestart op 17 januari 2015. 17 januari 2015. En men zegt in het leven moet je geduld hebben. Geduld overwint alles. En vandaag staan we hier aan het begin. Je komt binnenrijden en ziet de trenzen worden weer opgehaald. De wegen worden gemaakt. En we weten dat we hier in een paradijs zullen wonen, ja. We zullen wonen in een paradijs. Ik kwam binnenlopen en ik zag Housing District Kommewijnen. 4 type woningen. En ik denk dat die type woningen hier geplaatst zullen worden. We weten dat er een woningnood is. Vandaar dat Polak begonnen is met het project. Polak is begonnen met het project om mensen aan een stuk perceel te helpen. En ik kan u zeggen, u kunt gaan waar u wil. U gaat nergens een stuk perceel van 450 vierkante meter voor 4200 vinden. Met wegen, met loostrenzen, met grenspalen. Nergens gaan we vinden. En toch waren er enkele boze tongen. Maar ja. Zodra je in een Heer gelooft, dan weet je dat er slagen zullen komen en die slagen zal je moeten opvangen. Omdat jij de leider bent. Omdat jij de leider bent en je mag je verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Je blijft steeds lopen met opgeheven hoofd. Omdat je weet wie je bent en wat je bent. En mensen hebben geloof gehad en hebben nog steeds geloof in het project. Omdat mijn telefoon roodgloeiend staat in Angolite Jimmy. Wat no demoro? Want ik kan tegen het hier beginnen. Next no demoro. Next no demoro. We hebben toestemming om met een ander project te beginnen. We beginnen met 4 andere projecten in Kommewijnen. Dus iedereen komt aan zijn trekken. Sinds de komst van de brug over de Suriname rivier heeft Kommewijnen een enorme ontwikkeling meegemaakt. En eigenlijk mika taki tak de tradistrict e jarusut op Kommewijnen. Omdat Kommewijnen de in ontwikkeling en Kommewijnen e tang in ontwikkeling. En ik denk dat de andere districten
ook het voorbeeld kunnen nemen bij Komowena. Als je van de brug zakt, als je van Paramaribo naar Albina rijdt, zelfs naar New Amsterdam of Alkmaar, dan zie je dat er heel wat bedrijven zijn die zich in Komowena zijn komen vestigen in de afgelopen jaren. Vandaag staan we hier bij het start zijn van een heel belangrijk project. Een project die meer zekerheid zal bieden aan Surinamers die binnenkort in aanmerking zullen komen voor een van deze woningen. En natuurlijk en nog gratis, maar op deze wereld is niets gratis. Maar ik wil de regering bedanken dat de regering constant bezig is met de ontwikkeling van de Surinamer. Dat de regering constant bezig is de basisvoorwaarden in orde te maken, zodat alle Surinamers het beter kunnen hebben. Ik zal het vandaag niet lang houden. Er is een strak programma. En we zien dat toen de stroom nog de eten, want generator draait wel. En natuurlijk, ik moet weer naar het parlement, want in het parlement zijn we ook bezig. En vandaag staat onder de hamer van de voorzitter behandeling van de wet woningbouwfonds. Zie weer een van de wetten die daarvoor zal zorgen dat de Surinamers een betere zekerheid hebben. Een stukje zekerheid hebben voor hun, maar ook een stukje zekerheid voor de toekomstige generaties. U merkt natuurlijk dat in alle districten de regering bezig is. If na passie we meki, brokie we meki, osso we meki, berm we mai. If na ma sociaal project we vooruit. Me hoop dat ik gua waka pasik ba, want a mooie era. Me go. Deze, im go besuka presi even. En de jongens van Kuldiep Singh Infrastructure werken hard, dus wanneer ze ontspanning nodig hebben, dan mogen we waka go toedrapen. Maar u merkt dat we nergens Suriname in rust hebben gelaten. Tot boven Suriname, tot Nikeri, tot Marowijnen. En vandaag hier in Komowijnen gaan we een start zijn geven om een stukje zekerheid te brengen. Een start zijn geven om mensen die tools aan te reiken hun leven verder daarop verder op te bouwen. De mens, de individu, die Surinamer, die Sranamang, die Uma, die pa en die kinderen, om hun een basis te geven om verder zelfstandig hun leven op te bouwen. Om hier straks scholen te laten verrijzen. Om hier straks mooie huizen met mooie gezinnen te laten verrijzen. Wat kan mooier zijn dan dat? Dus ja, we leven in een paradijs. Maar het hangt ook van mij en van u, maar ook van ons allen, om die paradijs te houden en te behouden en het mooier te maken. Want niet iemand anders gaat hier dat voor ons komen doen. Nou, wie lekt er namang, jou lekt er namang, te unak anu na makanere, dat we shitak. Het lukt wel. Ik wil de gemeenschap natuurlijk van Komowijnen feliciteren. Ik denk dat natuurlijk met dit mooie project een extra ontwikkeling en een extra dimensie, weer wat Komowijnen betreft, is gebracht.